Geef je volgende event een boost met licht, lucht en luidsprekers. Bij elk event moet natuurlijk de inhoud staan als een huis. Maar je moet als organisator ook zeker denken aan de randvoorwaarden voor een goed evenement. En een mooie reminder daarvoor is licht, lucht en luidsprekers. En ik ga je in deze video uitleggen wat dat inhoudt. Licht, ontzettend belangrijk bij jouw bijeenkomst. Je kunt met minimale middelen al heel veel doen. Denk bijvoorbeeld aan het dimmen van het licht of juist het opengooien van de gordijnen. Vaak een van de eerste dingen die ik doe als ik een wat kleinere zaal binnenkom. Want daglicht zorgt gelijk voor meer energie. Lucht in je programma, dat is natuurlijk belangrijk in de figuurlijke zin van het woord. Voldoende ruimte, plezier en lol in je programma. Maar ook in de letterlijke zin van het woord is het waanzinnig belangrijk. Niets is zo vervelend als een muffe, bedompte zaal waar mensen niet willen zijn. Zet dus de ramen open en de verwarming laag. Want met 100 mensen in de zaal wordt het al gauw warm genoeg. Luidsprekers. We gebruiken ze vaak alleen maar om onze eigen stem te versterken. En dat is zonde, want je kunt ook goed gebruik maken van muziek om de sfeer bij jouw evenement te beïnvloeden. Dat kan op 3 momenten. Bij binnenkomst van je publiek, bij het aan- en afkondigen van sprekers en natuurlijk wanneer je publiek het volgende programmaonderdeel ingaat. Denk dus bij luidsprekers niet alleen maar aan het versterken van de stem, maar ook aan het juiste gebruik van muziek. Denk dus bij je volgende bijeenkomst, groot of klein, aan licht, lucht en luidsprekers, zodat ook de randvoorwaarden voor jouw bijeenkomst top in orde zijn.